In totaal 85 mannen in de categorieën 35+, 40+ en 45+ gingen zaterdag van start in het Nederlands kampioenschap cross te Hellendoorn. Aan het vertrek ook een aantal Twentse deelnemers, zoals de broers Bjorn en Michael Gerdink, Jan Paalman en Arnold Klieverink. Tijdens de wedstrijd weten de lopers al snel één ding. Op Abraham Sefti staat vandaag geen maat. Hoewel de atleet behoort tot de categorie 45+, is hij iedereen te snel af. Al in de eerste ronde neemt Sefti flinke afstand van de concurrentie en die voorsprong bouwt hij gedurende de cross steeds verder uit. In de achtergrond volgen onder meer Bjorn Gerdink en Jan Paalman die beide kans maken op een medaille. Waar Sefti maar blijft uitlopen op de concurrentie is de strijd achter hem een stuk spannender. Bij de Masters 35+ en 40+ wordt de wedstrijd op het zware parcours pas beslist in de slotronde en blijven de Twentse lopers kans houden op een medaille. Sefti wint de wedstrijd bij de Masters 45+ uiteindelijk met ruim 1,5 minuut voorsprong op zijn eerste achtervolger Peter Visser. Na ruim 12 kilometer brengt hij de klok tot stilstand op een tijd van 41 minuten en 51 seconden. Bij de mannen 35+ wordt Remco Grasman Nederlands kampioen en bij de Masters 40+ gaat het goud naar Oscar de Kuijer. Het gehoopte Twentse succes komt er ook. Bjorn Gerdink finisht als eerste Twentenaar en wordt derde in de categorie 40+. Jan Paalman wint het brons bij de Masters 35+. Bjorn, net derde geworden in je eigen streek. Ja, ben klopt. Je tevreden? Ik ben zeer tevreden. Ik liep altijd op de vierde plek. Ja. En in het laatste rondje kon ik nummer 3 plek pakken. Ik wist dat ik sterker was in Bulthoop. Ja. En het laatste rondje liep ik weg. En dan moest ik volle bak naar beneden. En ja, dik tevreden. En er werd hier ook door de speaker meerdere malen gemeld dat je sterk bergop was. Weet je, hou je dat in je achterhoofd? Dat je sterker bent dan de meeste jongens omhoog? Ja, weet ik zeker. Ja, zeker Bulthoop. Dan ga ik nog echt iets meer. En dan na de bult even flink aanzetten. Ja. Dan weet ik dat ik op algemeen sterker ben. En dat ik ze dan kan pakken. Dus daar heb ik ook weer op gegokt vandaag. In derde plaats is ook echt waar je tevreden mee bent? Of had je zelfs minder verwacht? Nou, als ik startlijst zag, had ik zo'n 4-5 verwacht. Dus ja. Ik ben dik tevreden met nummer 3. Oké, hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel.